Een ernstig ongeluk op de Kuinderweg in Luttelgeest heeft gisteravond 2 levens geëist. Het gaat om een 78-jarige man uit Urk en een 82-jarige vrouw uit Noordoostpolder. De man overleed op de plek van het ongeluk, de vrouw stierf later in het ziekenhuis. Een derde slachtoffer raakte zwaar gewond. Volgens een woordvoerder van de politie zaten de 3 in een auto die van de weg raakte nadat de bestuurder een tractor had ingehaald. Het voertuig kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder van de tractor is met de schrik vrijgekomen. De brandweer werd naar het ongeval geroepen om de slachtoffers uit de auto te halen. Ook waren er volgens een getuige 5 ambulances aanwezig. De Kuinderweg tussen Emmeloord en Kuinderen was tot middernacht afgesloten voor onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.